Hoi allemaal, leuk dat jullie het zien. Ik heb een onderwerp. Nou ja, onderwerp. Iets leuks. Ik denk, nou ja, ik ga het eens even laten zien wat ik nu doe met mijn nagels. Ten laatste tijd had ik heel veel gebeten en dacht ik, ja, dat gaat niet goed. Ik moet daar wat aan gaan doen. Dat ben ik dus ook gaan doen, ijverig. En ik ben begonnen met. Oké. Als je herrie hoort, is het hierachter, want er is een lekkage. Dus als je gebrom hoort, dan is het daarvan. Trint Neelboom. Even kijken of ik dat scherp kan stellen. Ja, dan ben ik iets minder scherp, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het product. Deze. Ideaal voor je nagels. Haha, daar ben ik weer. Ideaal voor je nagels. En dan even goed laten drogen. Ja, en dan heel goed insmeren. Je hoeft niet veel te doen. Ik doe één puntje en dan smeer ik het in. En dan laat ik het intrekken. En dan is het zo gladjes en smooth. Nee hoor. Het voelt gewoon heel prettig aan. En dan heb ik meestal de nail repair. Nou, dat zegt wel van zich natuurlijk. Dat maakt je nagels weer mooi. En heb de Olay Nail Definition Protein Energy Strengthener. Oh ja, en als je gestampt wordt, is het de buurman daarboven, want die weet niet normaal te lopen. Dus bij deze. Die. En dan doe ik lekker van Trint DM. Die zat in een. Adventkalender. Ik moest even nadenken. Dat in een beautybox, maar daar zat hij niet in, want die heb ik niet. En daar ben ik ook niet lid van. Super strong. Het is echt ideaal. Dan zijn je nagels weer een beetje hard. En dan heb je toch een beetje een nagellakje op als je geen zin hebt om nagellak op te doen. Dus die. Nou, dan laat ik dat allemaal netjes drogen wat ik daar allemaal stap voor stap heb gedaan. En dan als laatste doe ik deze lekker handcreme. Dat doe ik iedere avond. Voordat ik ga slapen. Dus. Helemaal top. En dan heb ik ook nog. Door de week. Zeg maar na het handenwassen. Deze Tusabiki. Superbloesem. Handlotion. Van Holland & Merret. Ja, er staat de tuin dan op. Maar het is. De winkel heet Holland & Merret. En een beetje haastig zo. Dus. Echt ideaal en het ruikt heerlijk. Ik zou het liefst de hele dag zo willen blijven pompen en dat die helemaal leeg is in de dag. Maar dat lijkt me niet goed. Hè. Dus met elke keer als ik mijn handen gewassen heb, een klein pompje. Dus je hebt er echt niet veel voor nodig, want het is best wel heel erg dikke lotion. En dit is 500 milliliter. Ik heb hem toen gekregen, maar ik wist dat hij in de aanbieding was. En dat was die niet zo duur. Dus als je wilt proberen, probeer eens een kleintje en dan pas een grote. Als je er echt weg van bent, want ze hebben nog meer geuren ervan. Dus kijk welke je het lekkerste vindt. Maar ik ga het meestal naar Holland & Merret. Vind ik toch altijd het fijnste. Je betaalt wel meer, maar je hebt wel de kwaliteit. Dus ik zou zeggen, je moet wel kijken wat in jouw portemonnee past en niet die van een ander. En ook niet die van een influencer. En ik ben dat zeker niet. Want ik doe gewoon wat ik wil. En waar ik mijn portemonnee voor is. En niet alleen voor dit. Ik heb ook nog kleding. Ik heb ook nog zeg maar gewoon dingen te betalen. Zoals de huur, gas, licht, water. Dus ja. En de leuke dingen komen pas daarna. Na de rekeningen. Want ik ben geen influencer die zeg maar 10, 20, 30.000 euro verdient.
Misschien in een jaar tijd of weet ik veel wat. Daar ben ik niet in thuis. Ik kijk er gewoon naar en ik vind het gewoon leuk. En als ik dingen wil proberen, dan probeer ik ze. Als de dingen niet passen in mijn portemonnee, dan koop ik het niet. That's it. Wat ik dan wel kan doen, is misschien op een verlanglijstje zetten en dat ze dan kunnen denken. Dan heb ik meestal, voor degene die zeg maar jarig zijn, een klein kladblokje kopen en dan gewoon opzetten op ieder dingetje wat je wil hebben. Niet op de voor- en de achterkant, want dan denk je dat je twee dingen krijgt. Gewoon elk papiertje één dingetje. Bijvoorbeeld bij de ene nagellak hier, de andere dat, de andere parfummetje, de andere zus, de andere dat. Doe dat, dan kunnen ze het eruit halen en dan weet je het zelf niet. En dan is het altijd een verrassing. Maar dan is het altijd leuk om zulke dingen zo te vragen. Dat doe ik ook. En als ik echt iets wil hebben, dan ga ik ervoor sparen. Zo ben ik ook nog. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. Bye bye.